Zenobia. Dan gaan we praten met Henry Carvals van Zenobia NV. Ik dacht dat Zenobia alleen water aanbood. Dat denken veel mensen, maar we doen een heleboel dingen. Water is onze zusterbedrijf, Zenobia Bottling Company. Hier is Zenobia NV. Dus hier doen wij kluizen, kantoorapparatuur en dergelijke. En vanavond introduceren we ons mist alarm systeem. Bekend, wat ze niet kunnen zien, kunnen ze niet stelen. We hebben vanavond een demo, dus we nodigen iedereen uit om in het huisje te komen. En daar schieten we het alarmsysteem af. En dan kunnen alle mensen meemaken wat we bedoelen met de mistsystemen. En dat is op dit moment heel populair. Dus wat doet dat precies? Het mistalarmsysteem wat ervoor zorgt, kan gekoppeld worden aan camerasystemen, panic button, sensoren. Wat het doet is als een inbreker binnenkomt, hij breekt open de deur of een raam of wat dan ook. Het systeem detect het en het systeem schiet gelijk mist in die ruimte. Nou, vandaar de titel, wat ze niet kunnen zien, kunnen ze niet stelen. Dus de hele ruimte is vol mist en als het goed is, gaan de inbrekers dan weg. Want ze gaan natuurlijk niet naar binnen als ze niks kunnen zien. En dit hebben we nu in onze tent. Ja? Heb je de demo? Je mag gelijk komen. Ga kijken. Ja? Zo. Starten hoe ze wil een demo. Ja. Met je staan. Oh, ik mag naar binnen. Oh, oops. Deze camera niet van niet te gaan vermoorden. Dus dit is wat we noemen het mist alarm systeem. Dat kan gekoppeld worden aan een sensor, in dit geval een panic button. Maar het kan ook vanaf internet bediend worden. Dus als je bijvoorbeeld in het buitenland bent en je ziet, hey, er wordt ingebroken, kan je vanuit je mobiel of je tablet of je computer kan het systeem laten schieten. En wat bedoelen we met schieten? Oh. Oké. Okay. We gaan het wel overleven. We gaan het overleven. En je camera ook. Ja? We schieten heel kort, anders wordt het heel kort. Wow, ik zie niets meer. Maar dit is dus de bedoeling. Je ziet niks meer. Ziet u mee? Nee. Oké, ik zie dus niets. Als je openbreekt of wat dan ook en dit spuit, dan gaan die inbrekers natuurlijk niet naar binnen, want ja, dan zien ze niks. En nu hebben we 2-3 seconden gespoten. We hebben kleine systemen, hele grote systemen die ze dus hele grote ruimte kunnen vullen. Ben je er nog in, hè? Ik weet niet eens waar ik ben. We gaan naar buiten. Oké, okay, waar is de uitgang? Ja. Is er aanhang? Ja. Is er aftrap? Yes. Yes. Oké, okay, dat was very interesting. Dat is nodig, hè, in zo'n tijd van... Dat is nodig, hè, in zo'n tijd van brute... Helaas is het nodig, helaas is het nodig, ja. En het is een beproefd systeem in het buitenland. Het komt uit Italië, in Amerika is het ook. En het is een beproefd systeem. We hebben daar verschillende filmpjes van live inbraken die dus zijn voorkomen door deze systemen. En kwaliteit kost natuurlijk wat? Nee, valt mee. De systemen zijn er vanaf $600 tot $4000. En van $4000 praat ik echt over hele grote systemen die bijvoorbeeld de hele grote ruimte binnen een paar seconden helemaal kunnen vullen. En ja, een systeem van $600-$700. Je moet rekenen, wat kost het me als ze inbreken? Ze halen mijn laptop weg, mijn goud weg, mijn juwelen weg, mijn kostbare dingen weg. En vreemden zijn in mijn huis geweest. Ten opzichte van $600-$700, dan is de snelle berekening. Goed. En is dit alleen verkrijgbaar bij Zenobia? Alleen verkrijgbaar bij Zenobia. Ja. Mooi, mooi. Dus behalve water hebben jullie ook alarmsystemen. En kluizen. En kluizen. En dergelijke, ja. Goed. Dan weten we dat ook.